verklaar ik op dit moment de tentoonstelling voor geopend en wens ik u veel kijkplezier. En met deze woorden van conservator Egge Knol van het Groningen Museum werd de stijlkamer van het Keramisch Museum Goedewagen zaterdag 12 mei officieel voor het publiek toegankelijk. In de stijlkamer staat eigen keramiek van het museum en in bruikleen gestelde meubelen van de Groningen meubelfabriek Huizinga Nederland. Samen met spreukborden, familieportretten, rook- en liqueursets geven ze een tijdsbeeld van de woon- en leefstijl van de gegoede burgerij in het begin van de vorige eeuw. Aanleiding voor de stijlkamer is een tentoonstelling in het Veenkoloniaal Museum in Veendam. Dat vertelt Mirjam Ootjes van de Stichting Huizinga Meubel Nederland. En naar aanleiding daarvan zijn we eigenlijk de stichting begonnen, Stichting Huizinga Meubel Nederland. En dan gaat het balletje rollen. Dan krijg je verzoeken, dan krijg je meubelen aangeboden. En zo kwam Frigo Visser bij ons met een idee. Wij kenden Frigo al wel. Met het idee van, goh, ik zoek naar een ruimte waar keramiek goed tot zijn recht komt in een authentieke setting. En zeiden wij, nou, wij hebben de meubelen wel. Volgens Knol had de meubelfabriek van Huizinga een goede naam. Huizinga is een 40 jaar lang de voornaamste meubelfabriek in Groningen geweest. Heeft heel veel meubels in heel veel verschillende stijlen gemaakt. En is op die manier natuurlijk een oer-Gronings product. En zoals dat bij een oer-Gronings product hoort, zijn Huizinga meubelen ook heel degelijk. Dus ja, die gaan meer dan een leven mee. Toch heeft Fred Ootjes van de stichting er een beetje moeite mee om de meubels van Huizinga degelijk te noemen. Ja, toch niet alleen. Want als je hier naar neemt, dat is heel erg Frans, heel verfijnd. Hij maakt het ook. Wat betreft de constructie, het is een overlevering. Het gaat over de constructie, dat Huizinga zou gezegd hebben over die constructie. Van, het moet zo stevig zijn dat als het van de trap dondert, dan kan het overal breken, behalve de constructie. En dat is ook inderdaad wel waar. Het is, want hij was fabrikant, maar hij was natuurlijk wel, hij was meubelmaker. Dus hij wist alles van het meubel. Hij was ook geen ontwerper, maar hij verbond wel heel goede ontwerpers aan zich. Maar hij kon ze wel vertellen hoe het eruit moest gaan zien en waar het dus sterk moest zijn. En in dat opzicht is het misschien dan wel een typisch Groninger meubel. Dat ze zijn, behalve heel mooi en heel verfijnd, ze zijn wel heel degelijk gemaakt. Dus wat je bij andere meubels ziet, dat het hout gaat scheuren. Doordat het is hout, dat ademt. En daar heeft hij allemaal foefjes op bedacht dat het, die kast kan eigenlijk ademen, kan trekken en het kan weer wijken. En dat is, dat maakt het natuurlijk een topmeubel. En ja, dat is eigenlijk wel dat wij zeggen van dat onderscheidt hem met andere meubelfabrikanten. Door die kwaliteit was niet iedereen in staat om meubels van Huizinga te kopen. Een arbeider had niks bij hem te zoeken, nog niet voor een kapstok. En waarom? Het was handgemaakt van de beste materialen. Er hing een prijskaart aan. De meubels zijn niet altijd duidelijk te herkennen. Ja, als er een plaatje in zit. Vaak als je hem open doet, de kast bijvoorbeeld, dan zit er een plaatje op een laadje. Zit een plaatje. Dan is hij absoluut van Huizinga. Anders moet je het zien aan de catalogus. Als je in de catalogus staat, is het dus van Huizinga. Door overlevering, door facturen. We hebben een prachtige mooie aquarel met de stempel van Huizinga. Van de kast die we daar hebben staan. Dus is hij van Huizinga en verder zou je moeten toeschrijven op stijlkenmerken. Of er in Groningen voldoende waardering is voor het werk van de meubelfabrikant, vindt Knol een lastige vraag. Ja, dat is moeilijk te zeggen wat je daaronder verstaat. Ik weet dat een aantal Huizinga-meubelen zeer gewaardeerd worden door mensen. Het is natuurlijk wel een grote fabriek van 50, wat zeg ik, van 80 tot 150 jaar terug. Je kunt natuurlijk je afvragen bij elke fabriek, eert men die fabriek voldoende? Ik denk dat Huizinga beslist wel in aanzien staat. We mogen dus best trots zijn op Huizinga. Ook dat zonder meer, maar we kunnen trots zijn op zoveel.